U start binnenkort met bestraling van de borst op de afdeling radiotherapie van het Erasmus MC Kankerinstituut. We leggen in deze voorlichtingsfilm uit hoe de voorbereiding op deze behandeling eruit ziet en hoe de bestraling zelf werkt. Hierdoor bent u straks beter voorbereid en kunt u met meer vertrouwen aan de behandeling beginnen. Er zijn twee verschillende locaties in het Erasmus MC voor bestraling. Locatie Rotterdam en locatie Dordrecht. Deze film is opgenomen op locatie Rotterdam. Op beide locaties wordt de behandeling op dezelfde manier uitgevoerd. U krijgt altijd eerst een afspraak bij de radiotherapeut op de polykliniek voordat de bestralingsbehandeling begint. De radiotherapeut informeert u over de behandeling en de mogelijke bijwerkingen en u kunt vragen stellen. Na dit gesprek maken we vervolgafspraken voor de voorbereiding op de bestralingsbehandeling. Er wordt in ieder geval altijd een planning-CT gemaakt. Soms besluit de radiotherapeut dat u een ademhalingsgestuurde bestraling nodig heeft. Meer informatie vindt u in het filmpje hierover. Goedemorgen, kan ik u helpen? Voor de vervolgafspraken meldt u zich bij de radiotherapie-receptie. Tijdens uw eerste bezoek maken we daar een pasfoto van u en krijgt u een ticket. De pasfoto gebruiken we om u te identificeren. We vragen ook regelmatig naar uw geboortedatum. Met het ticket moet u zich tijdens de bestralingsperiode dagelijks aanmelden. De baliemedewerker brengt u daarna naar de volgende stap, de CT-scan. Hallo, ik ben Nicole. U mag nog heel even daar plaatsnemen, dan is ze zo weer bij u terug. Gaat uw gang. U ligt daarbij in dezelfde houding als later tijdens de bestraling. De laboranten geven u daarvoor duidelijke aanwijzingen. De laborant of de radiotherapeut plakt looddraadjes op uw huid. Deze looddraadjes helpen straks bij het intekenen van het gebied dat we bestralen. Het maken van de CT-scan duurt ongeveer 30 minuten. De laboranten tekenen met behulp van laserlicht met een viltstift lijnen op uw huid. Dit doen ze om ervoor te zorgen dat u tijdens de bestraling altijd in dezelfde houding ligt. Tijdens het maken van de CT-scan verlaten de laboranten de ruimte. Zij kunnen u goed in de gaten houden via een raam en een beeldscherm. Ook kunnen zij u eventueel via de microfoon ademhalingsinstructies geven. Het is belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen tijdens de scan. Omdat de viltstiftlijnen op de huid verdwijnen, worden na de CT-scan op een aantal plaatsen blijvende tatoeagepunten geplaatst. Het aanbrengen van een tatoeagepunt voelt als een speldenprikje. Na het maken van de CT-scan kunt u direct naar huis. Nadat de CT-scan is gemaakt, geeft de radiotherapeut op de CT-plaatjes aan welk gebied er bestraald moet worden. Ook gezonde organen die vlakbij het te bestralen gebied liggen, worden hierop aangegeven. Tijdens het intekenen maakt de radiotherapeut gebruik van alle eerder uitgevoerde onderzoeken. Hierna maken de laboranten met behulp van de ingetekende CT-plaatjes een bestralingsplan. Het aantal en de richting van de bestralingsbundels worden daarbij zo gekozen dat we het doelgebied zo goed mogelijk bestralen en dat we de gezonde organen in de buurt zoveel mogelijk sparen. Als de planning klaar is, beoordeelt uw radiotherapeut deze. Als uw radiotherapeut akkoord is met het plan, wordt het daarna nog nagerekend door de klinisch fysicus. De intekening en het voorgestelde bestralingsplan worden besproken met de andere radiotherapeuten. Hoe lang de bestraling duurt hangt af van het soort tumor en de plaats van de tumor. Vaak gaat het om 3 tot 6 weken. U wordt meestal 4 tot 5 keer per week bestraald. Als er nog andere technieken gebruikt worden tijdens de bestralingsserie, dan bespreekt de radiotherapeut dat van tevoren uitgebreid met u. Voor elke bestraling
Meld u zich met uw ticket bij de aanmeldzuil tegenover de radiotherapie-receptie. U gaat dan naar het wachtgebied dat wordt aangegeven. Daar haalt een van de laboranten u op. Als u de eerste keer komt, legt de laborant u uit hoe de bestraling in zijn werk gaat. U hoort dan ook welke kledingstukken u in de kleedruimte uit moet trekken voordat de bestraling begint. Als u daarna de kleedruimte verlaat, gaat u samen met een laborant naar de bestralingsruimte. Als u het koud heeft, kunt u eventueel een omslagdoek of vestje omslaan. In de bestralingsruimte wordt u opgevangen door twee laboranten. Deze laboranten helpen u om op dezelfde manier op de behandeltafel te liggen als bij het maken van de CT-scan. Met behulp van de tatoeagepunten op de huid kan dat heel precies gebeuren. Daarna brengen de laboranten het bestralingstoestel in de juiste startpositie. Het apparaat draait om u heen, maar raakt u niet. De laboranten verlaten de ruimte en sluiten de deur. Voor iedere bestraling maken we foto's om te controleren of uw ligging hetzelfde is als die op de CT-scan. Om dat te doen, draait het bestralingstoestel één keer om u heen. De kwaliteit van deze foto's is niet geschikt om het resultaat van de bestraling te beoordelen. De bestraling begint. Tijdens de bestraling is het belangrijk dat u goed stil ligt. Via camera's houden de laboranten u de hele tijd goed in de gaten. Wanneer er iets aan de hand is, kunt u uw hand opsteken. De laboranten stoppen dan met bestralen en komen meteen naar u toe. Het bestralen zelf doet geen pijn. U voelt of ziet er niets van. De bestraling gebeurt meestal vanuit verschillende richtingen. De bestralingstijd per draaiing duurt enkele tientallen seconden tot enkele minuten. De totale bestralingsbehandeling duurt tussen de 8 en 20 minuten. Als de bestraling klaar is, komen de laboranten de bestralingsruimte weer in en kunt u weer terug naar de kleedruimte. Als u nog vragen heeft, kunt u deze altijd aan de laboranten stellen. Iedere week krijgt u een nieuwe afsprakenlijst voor de volgende week. Daarnaast krijgt u een aantal afspraken met de radiotherapeut om te bespreken hoe het met u gaat. Deze polykliniekafspraken komen ook op uw afsprakenlijst. Vermoeidheid is een veel voorkomende bijwerking. Andere mogelijke bijwerkingen komen alleen voor op de plekken waar u bestraald wordt. Een rode, branderige huid en jeuk komen veel voor als bijwerking bij bestraling van de borst. Vooral in de huidplooien kan de huid tegen het einde van de bestralingsserie kapot gaan. Als uw lymfklieren ook bestraald worden, kunt u ook slikklachten krijgen en soms een droge hoest. Deze bijwerkingen ontstaan in de loop van de bestralingsperiode en verdwijnen meestal geleidelijk 2 tot 3 weken na de laatste bestraling. De radiotherapeut bespreekt met u hoe je het best kunt omgaan met de bijwerkingen. Zo nodig schrijft hij of zij medicijnen voor om uw klachten te verminderen. Op onze website vindt u meer informatie over bijwerkingen. Stoppen met roken is heel belangrijk, want als u rookt in de periode van uw bestralingsbehandeling, kan dit de behandeling minder effectief maken. Ook kunt u meer bijwerkingen krijgen. Als de behandeling klaar is, krijgt u meestal nog 1 of meer controleafspraken bij uw radiotherapeut en bij de arts die u heeft doorverwezen. De behandeling kan soms iets anders verlopen dan u in deze algemene voorlichtingsfilm heeft gezien. U vindt meer informatie op de website van de afdeling radiotherapie van het Erasmus MC Kankerinstituut.